Wie zijn de topfavorieten voor de prijs ondernemen? Beste ondernemer, in deze sportieve zomer met toch al enkele prachtige resultaten van onze atleten in, in Tokio, zijn we blij dat we vandaag de tussentijdse, de voorlopige resultaten van onze eigen Olympische Spelen van het Ondernemerschap kunnen bekendmaken. onze uh, voorlopige score of de voorlopige ranking in de prijs ondernemen. En ondertussen heeft de gerechtsdeurwaarder alle stemmen geteld en uh, we hebben onze voorlopige uh, top 3. En met op de derde plaats hebben we uh, de vertegenwoordiging voor uh, Klein Brabant Vaartland, het borineke met de toch wel gekende chocopasta die over heel de wereld uh, geëxporteerd wordt. Op de tweede plaats, en het is allemaal heel erg uh, nipt, hebben we uh, Cosmate Europe, die uh, voor de Zuiderkempen. Uh, zowel cosmetica als medische hulpmaterialen exporteert over de hele wereld. En tot slot hebben we op de eerste plaats, de voorlopige eerste plaats moet ik wel zeggen, hebben we de groep van Roei. Dat is een familiale groep met een tiental bedrijven die gespecialiseerd zijn in uh, bouw, vastgoed en sportexploitatie en zij vertegenwoordigen VOCA Lokaal uh, Noord. Nogmaals, dit zijn de voorlopige resultaten van de top 3. En daarnaast hebben we natuurlijk nog zes andere fantastische uh, bedrijven die ook nog meedingen naar deze uh, prijs ondernemen. Tot en met 31 augustus kunnen jullie nog stemmen op jullie topfavoriet. En dat is heel erg belangrijk, dat kan op onze website. Want deze stemmen tellen voor 1 derde mee. Dus zeker doen. En tot slot nog heel veel succes aan de, aan de genomineerden. Het is NIPT, dus alles kan nog. En verder wens ik jullie allemaal nog een hele fijne, iets minder natte zomer. Uh, en we zien elkaar zeker terug in september. Tot dan. Dag.